Nog iets heel anders, andere vraag. Wordt 2020 het jaar waarin de wereld in brand is gevlogen en niet meer geblust geraakt? Er was al Australië begin dit jaar, hallucinante toestanden daar, daarna Siberië. En nu maken ze in het westen van de Verenigde Staten dingen mee die ze daar nog nooit gezien hebben. Dit zijn de staten, hè, California, Oregon en Washington. De beelden die zijn hallucinant en ik geef u ook een paar getallen mee. Meer dan 2 miljoen hectare is er al opgebrand. Dat is bijna heel ons land. Er zijn duizenden woningen verwoest en helaas ook al minstens 35 mensen gestorven. En de brandweer, dat is met gevaar voor eigen leven, dat die hun werk moeten doen. Ook daar apocalyptische beelden. Dirk Drouwlands, ik zeg in het westen van de Verenigde Staten, maar ik vroeg me af, hebben ze dat ergens in de Verenigde Staten ooit al meegemaakt, dit? Nee. Dat is, het westen is het meest extreme altijd. Zeker omdat er nu ook al een hele tijd een extreme droogte is in die regio. Dus het is een proces dat al een hele tijd bezig is. De jongste 50 jaar is het areaal dat elk jaar in de fik gaat, bij wijze van spreken. Maar hoe komt dat het nu zo erg worden? Hoe komt dat het nu zo erg is? Want dit hebben ze nog niet gezien. Nee, maar het is een combinatie van extreme droogte, dus de klimaatopwarming eigenlijk, en het feit ja, dat dus elk jaar die bomen vliegen zelf mee in brand. Dat was vroeger nooit het geval. Dus die bomen waren op een bepaalde manier vuurbestendig. Dat was de ondergrond die eigenlijk mee in brand vloog. En nu schieten die dus zelf mee in brand, omdat de hitte zo extreem is. Het koelt ook niet meer af 's nachts. Zo die extreme bosbranden creëren hun eigen weersomstandigheden. Dat zag men ook in Australië. En in Australië heeft men dat al mooi kunnen beschrijven. Waardoor je daarmee dat ze hun eigen omstandigheden creëren? Ja, ze creëren dus onweders zonder regen. Dus met massaal veel bliksems die overal dan nieuwe andere branden in gang steken, waardoor dat je dus een constant... Dus je krijgt onweer zonder regen? Ja, en dus je krijgt massaal veel bliksems. Door die brand? Door, als gevolg van die branden. Het koelt s'nachts ook niet meer af. Dus die vochtigheid die s'nachts helpt om die branden wat meer onder controle te brengen, die blijft weg. Dus je krijgt eigenlijk weersystemen die het branden als dusdanig versterken. Ja. En dat is hetgeen dat ze elk jaar meer en meer te zien krijgen. Nu, die klimaatopwarming, nog niet iedereen is daar helemaal van overtuigd, hoor. If we ignore that science and sort of put our head in the sand and think it's all about vegetation management, we're not going to succeed together protecting Californians. Okay. It'll start getting cooler. You just watch. I wish science agreed with you. Hey, well, I don't think science knows, actually. Het gaat nog afkoelen. Ja, waarschijnlijk binnen 50 miljoen jaar of zoiets. Hè. Dan gaan wij terug. Maar van de vent die in februari nog zei dat corona een erger virus was dan de griep. En dan 2 weken later aan het publiek stond te verkondigen dat het een hoax was van de Democraten. Ik denk niet dat er iemand nog naar die onnozelaar moet luisteren. In zaken, ernstige zaken in de wereld. Pas dat hij die uitspraak doet. Mark Van Ranst heeft ook gezegd dat de griep erger was dan corona. Dus als hij zelf ook als de onnozelaar categoriseert. Ja. Ik ga de klimaatopwarming niet ontkennen, maar ik denk dat hij wel een punt heeft met het bosbeheer. In tegenstelling wat dat dit huis vaak uitschijnt, denk ik dat die man niet alleen onzin vertelt. 2 jaar geleden heeft Trump al geïnformeerd, vergeleken met Finland, om aan een deftig bosbeheer te doen in Californië. Om bijvoorbeeld droge bomen die niet te laten liggen en weg te halen. Ik denk dat dat ook wel meehelpt. Hij had wel gezegd dat de Finse president hem dat verteld had. En achteraf liet de Finse president weten dat hem niet eens beseft had dat ze daarover gecommuniceerd hadden. Het punt is natuurlijk dat er effectief een kwestie is van bosbeheer. Hè. Het is niet louter effectief een kwestie van bosbeheer naast de klimaatopwarming. Ja, want die kwestie is al 150 jaar bezig dat men stopt met die kleine brandjes vroeger die onderlaag, hè, dus wegbranden. Waardoor dat je dus een opener bos kreeg dat minder gevoelig is voor die branden. De mensen zijn daar dan binnengetrokken in die bos. Het is altijd hetzelfde verhaal. We hebben er de corona ook aan te danken, hè, dat wij dus die leefgebieden van andere dieren binnendringen. Dus die dringen dan die bossen dingen, die kleine brandjes, die moeten weg, want dat is dan een beetje ambetant, waardoor dat die onderbegroeiing de kans krijgt om te groeien. En nu voedt die natuurlijk die extra kracht van die branden, geeft die dus mee. De branden die er komen als gevolg van die extreme droogte, waardoor dat alles in de fik gaat, niet alleen meer de onderbegroeiing. En blijkt dat 90% van die branden zijn aangestoken, meestal niet vrijwillig, nee, maar ja, dat is het begin, hè. Dat is
dan zonder dan die bliksems mee te rekenen, die dan vervolgens voor het vervolg zorgen, zoals men in Australië mooi heeft kunnen aantonen. Maar het is effectief dat daar een hele sterke menselijke component in zit. Niet alleen in zaken het aansteken, maar ook in zaken de klimaatopwarming. Dat is overduidelijk aangetoond. Valérie Trouet heeft dat nog gemeld vandaag. Vanochtend, dat er tussen ongeveer een 50-50 balans is. Men heeft ook die droogte, dat zeggen ze ook, die droogte die nu bezig is in het zuidwesten van de Verenigde Staten, Californië en Mexico. Ja, dat moet vroeger ook al eens geweest zijn. Men heeft dat kunnen aantonen, dat 49% van die kracht van die droogte puur klimaatopwarming is. Mevrouw Trouet, klimaatwetenschapster in de Verenigde Staten, maar een Belgische die we hier ook al te gast hebben gehad. Dus dat kan het belang van die klimaatopwarming en die branden is gewoon niet te ontkennen. Nu, wat zijn eigenlijk de gevolgen als het over fauna en flora gaat van zo'n brand? Want op sommige plekken steken ze bewust stukken in brand om het terug vruchtbaar te maken en dergelijke. Is dat dat was de vroegere aanpak van de Indianen die er leefden en zo. En dat gebeurde hier bij ons in de Kempen ook. In de heidegebieden werden er ook af en toe dingen afgebrand om dat terug wat opener te maken. Dat is een maatregel die gebeurt. Maar in Australië bijvoorbeeld, als ik het mij goed herinner, waren er in Australië ongeveer, als je alles bijeenrekent, ook de mensen die gestorven zijn aan rookvergiftiging, een 400-tal slachtoffers in de menselijke wereld. En men schat het aantal doden in de gewervelde dierenwereld op meer dan 1 miljard. Dus je hebt er toch een serieus verschil in balans tussen wat het menselijke kost is aan levens en de kost aan de natuur als dusdanig. Ja, en vernietigt dat op die manier iets op lange termijn? Ah, natuurlijk. Ah, ja, de koala, een hele, die 70% van die zijn leefgebied is weg. Hè. Dus die dieren die gaan dat waarschijnlijk wel overleven. Die gaan wel terug uit het dal kruipen met menselijke steun. Maar dat zijn dramatische situaties voor de natuur. Je zei daar straks van, we zijn vertrokken voor jaren. Gaat dit echt jaarlijkse kost worden? Ja. Dus dan alleen maar naar ons land kijken. Nee, het meer school zit dus de droogste lente sinds het begin van de metingen. 4 jaar op elkaar al. Zware hittegolven in de zomer. Het grondwaterpeil, 75% van de meetpunten. Abnormaal laag. Hetgeen dat er aan. We hebben met KNAK trouwens morgen een campagne, klimaatalarm, om precies daar de aandacht op te trekken. Want het is een van de grote nadelen van de coronacrisis, is dat niemand nog aandacht heeft voor de klimaatcrisis. Terwijl corona is een geweldig groot probleem. Niemand gaat mij er ooit op betrappen dat ik dat ooit ga proberen te minimaliseren. Maar de klimaatopwarming is veel structureler, veel lange termijn effecter. Dus dat gaat tegen 2100 gigantische impact hebben op iedereen die op de aarde leeft. Ik hoop dat mevrouw Passer tegen dan niet meer zal zijn, want die 12 vluchtelingen waar ze zich nu druk over ligt te maken, dan gaan we spreken over miljoenen mensen die zich gaan verplaatsen omdat die grote delen van de wereld onleefbaar gaan worden. Dus vandaag nog net een studie uitgekomen van de VITO, een vraag van de Nationale Klimaatcommissie, die gezegd hebben dat er 9,5 miljard extra kosten per jaar als gevolg van de klimaatopwarming in 2050. Deels gecompenseerd door 3 miljard minder uitgaven, omdat de winters wat zachter worden en de zomers wat warmer worden. Maar je ziet het met 6,5 miljard euro extra kosten per jaar als gevolg van wat er op ons afkomt. De moeilijkheid van ook dit debat, bij corona zie je het ook, bij klimaatopwarming nog veel meer, dat is dat het gepolitiseerd is. Alsof je dus in de States bijvoorbeeld democraat pro dan moet zijn en republikein contra. Dus het is heel moeilijk. Je merkt ook, uitspraak van Dion Ozlar inderdaad, dat hij denkt daarmee te kunnen scoren bij zijn kiespubliek. Daar zit een enorme moeilijkheid. Terwijl dat waarschijnlijk nog correct is ook nog het... Daar vrees ik voor. Maar je moet inderdaad steken blind zijn om dit niet te zien. Het is meermaals aangetoond. Het is desastreus. Het wordt al maar erger. We zien het allemaal. En dus is ook hier een beetje de vraag, waar blijft dan die krachtdadige beleidsmaatregelen die dat tegengaan? Want zelfs al gaan we nu alles inzetten om dit nog tegen te gaan, we zijn voor heel lang vertrokken. Voor we het weten lang. Zitten we bij de regeringsvorming. Daar gaan we niet van wegblijven. Ik wil even terug... Dat is een pelletje boordje. Dat mag je volgende keer misschien. Er zijn op dit ogenblik, 75 punten of op 75 plaatsen, procent van de plaatsen waar het over water gaat. Zit je met een probleem op hoe lang duurt het vooraleer wij dat echt gaan voelen? Ja, want sommige mensen hadden zo het idee dat, omdat het in de zomer af en toe wel eens wat geregend heeft, van dat gaat terug aantrekken. Nee, dat is ook weer een structureel probleem. Hè. Dat gaat tientallen jaren duren voordat dat terug in de huidige context. Hè. Dat gaat tientallen jaren duren voordat dat terug... En wat moet er dan gebeuren? Dat zijn dan de aanpassingen die moeten gebeuren. In die zin, zowel de mier, dat ze de groene dellen bijvoorbeeld ineens terug beschermt. Dat is een goede zaak, want dat is hetgeen dat moet gebeuren. Ja. Die natuur moet terug de kans krijgen. Toont dat voor jou toch een zeker bewustzijn ook op politiek vlak? Dan denkt er... Op den duur, meneer Scholz, zitten in een situatie dat je vastklampt aan het kleinste strohalmpje dat je ziet passeren.
proberen, namelijk het redden van een gebied van 55 hectare dat anders industrie ging worden. Dan denkt je van, oké, goed, dus stilletjes aan, misschien toch ergens hier en daar dat het verstand begint te dagen dat er iets politiek moet gebeuren. Want dat is hetgeen dat we moeten onze natuur terug meenemen in het verhaal, zodat die dus ons kan bufferen tegen die zware effecten van die klimaatopwarming. En om de gevolgen voor iedereen minder erg te maken. Hè? Ook in de steden trouwens, want daar is het nog erger dan het platteland. Nog één ding is de theorie, maar als wij met die temperaturen ook zitten in de zomer en zelfs op 15 september, is het in theorie mogelijk dergelijke branden van die omvang die moeilijk te controleren zijn? We hebben natuurlijk zo ook geen gebieden, maar toch is dat mogelijk in Vlaanderen? Dat denk ik nu niet meer. Daar zijn we te geïndustrialiseerd en geurbaniseerd voor te worden. Ja. Maar ik bedoel, de effecten gaan zich op de gezondheidszorg vooral manifesteren. Hè. Veel mensen gaan ziek worden, vroegtijdig sterfte, die berekeningen zullen komen. De hittegolven, dat is al duidelijk, van dat die extra sterftes geven. Dus dat gaat op de tewerkstelling, de landbouw die gaat afzien. Want men zegt soms van, ja, klimaatopwarming is goed voor de landbouw. Nee, dat is niet waar. Want als het te warm wordt, is het ook weer al niet goed. Alle industriële en economische sectoren gaan ervan afzien, behalve misschien hier en daar terrasjes uitbaters. Het volledige dossier morgen in de knak? Ja, klimaatalarm. Voilà, bij deze. Dirk Drouwlas, dankjewel. Dankjewel ook mijn andere gasten. Fijn dat jullie er waren. U bedankt voor het kijken. Dames en heren, fijne avond. Ook bij Canvas.